Arme Henk de Jong. Die Henk de Jong die was in één keer de pineut. Die kwam daar met Cambuur naar de arena toe. En die kreeg dan met 9-0 poem, 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 om zijn oortjes. Ja, wat een verrassing. Nee, natuurlijk geen verrassing. Want bijna geen enkele club in Nederland kan tegen Ajax, zeker in de arena. Die kunnen daar gewoon niet tegen op. En wat doen we dan? Dan gaan we dus met een heleboel analisten op tv, ongelooflijk flauw, gaan we Henk de Jong een beetje zitten afzeiken. En een beetje Henk de Jong neerzetten. Als zijnde een naïeve trainer die er heel weinig van snapt. Henk de Jong doet het hartstikke goed. Daar in Leeuwarden. Die heeft dat heel goed al 2 jaar lang. En die heeft Cambuur steeds in die eerste divisie helemaal mee laten doen. Is kampioen gemaakt. En die doet nu lekker mee. Gewoon zoals het bij Cambuur hoort. In de Eredivisie. Punt. En dan gaan we nu een beetje die Henk de Jong zitten afzagen. Omdat hij met 9-0 verliest bij Ajax. Wat denk je van dat NEC wat er toen gebeurde? NEC die kwam naar de arena. Het stond toch geloof ik 5-0 met de rust. Daarna dacht Ajax, nou we hebben geen zin meer. Hé, je zoekt het maar uit met je NEC. En klaar. En NEC komt weg met 5-0. En die trainer, die hoort niks. Daar wordt daar niks over gezegd. Nee, dat was allemaal dik in orde dan. Maar heb je die verdediger gehoord? Die Ben Rienstra van Fortuna Sittard. Ja, die spelen daar nog in Sittard. Worden gewoon woep, 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 weggespeeld door Ajax, 5-0. En die Rienstra die zegt eerlijk, nou dit zijn niet de dagen om betaalvoetballer te zijn. Het is verschrikkelijk. En dat is het dan ook. Dan verlang je alleen nog maar naar de douche. En dan denk je, goeie god, blaas af. En laten we ermee stoppen. En ja, dat is het dan. En wat zei die Rienstra? Die zei, ja, iedereen roept dan, ja, je moet in het duel komen elke keer. Kom dan in het duel. Er is niks in het duel te komen, zei Rienstra. Nee, want als je gaat en je loopt er naartoe, dan, voep, voep, dan gaat de bal alweer 3 keer rond. Dat is het tempo waarmee Ajax speelt. Dat tempo ligt 3-4 keer hoger dan de Eredivisie. Daar kunnen we niet tegenop. Die gasten zijn gewoon heel veel beter. Dat zei die Rienstra, ja. En wat denk je als er straks clubs komen als PEC of RKC of Go Ahead of weet ik van wie of Sparta. En die komen daar in de arena. Die worden weggespeeld. Daar blijft niks van over. En gaan we dan al die trainers van al die clubs, gaan we die dan allemaal afzeiken en afzagen? Omdat ze met grote cijfers verliezen, want dat is wat er gaat gebeuren. Dan wordt het 6-0, wordt het 7-0, weet ik veel, 8-1. Zoek het uit, je kan het zelf invullen. Eigenlijk zijn het overbodige wedstrijden. Het is alleen nog maar, je moet verschijnen voor een uitslag en weer weggaan. Punt. En dan is het zo verschrikkelijk niet fair om Henk de Jong aan te pakken. Nee. Henk de Jong, daar moeten we blij mee zijn. Dat is nou net een trainer die hoort bij het Nederlandse voetbal. Daar moeten we van houden. En dan moeten we niet omdat Cambuur een keer met een grote uitslag verliest, die moeten we dan helemaal wegzetten. Nee, helemaal niet. Want Henk de Jong, die zei het ook heel goed. Die zei, we stonden elke keer met 11 man achter de bal. Ja, je kan wel 4-4, 2 lagen van 4 maken. En weet ik veel hoeveel mensen we er neerzetten. Hij zei, dat had geen zin tegen Ajax. Nee, en dat moeten we nu zo langzamerhand een keer gaan inzien. Ajax is van een hele andere orde. Met Tadic en met Anthony en met Gravenberg. En wie hebben ze allemaal nog meer? Alvarez en Martinez. Het loopt maar te tikken en dat doet maar. En dat is niet tegen te voetballen gewoon. Laten we dat nou eens een keer inzien. Die staan ver boven de rest, Ajax. Ja, en laten we dan niet vervelend doen tegen die tegenstanders die daaronder moeten lijden. Nee, we moeten juist positief blijven. Positief over Cambuur en helemaal positief over Henk de Jong.